dames en heren, ik ben Pablo van der Poel. We gaan het vandaag over Jimi Hendrix hebben. Wat ik heel grappig vind aan Hendrix is dat als je 5 verschillende gitaristen vraagt, wat is er nou zo speciaal aan Hendrix? Dan krijg je waarschijnlijk 5 verschillende antwoorden. Omdat hij was, op zoveel vlakken was hij zo uniek in zijn benadering, in zijn sound, de manier waarop hij akkoorden speelt. En dat vind ik heel cool dat iemand, ondanks dat hij ook zoveel gezichten eigenlijk heeft, want een nummer als Voodoo Child en een nummer als Little Wing liggen ergens zo ver uit elkaar, ergens ook weer niet. Het is een super breed palet ofzo, waarbinnen die zijn eigen stempel op de zaken heeft gedrukt. Dat gezegd hebbende lijkt het me leuk om het te hebben over een aspect van Jimi Hendrix dat mij persoonlijk heel erg heeft beïnvloed. En dat is zijn gebruik van fuzz in combinatie met de volumeknop op zijn gitaar. Dus het is best wel gebruikelijk, denk ik, dat je als gitarist een cleane versterker hebt waarop je vervolgens bouwt. Dus je hebt een pedaaltje voor een lichte oversturing of een soort van crunch geluid. Je hebt misschien nog een ander pedaaltje waarmee je solo's lekker eruit komen. En misschien nog een pedaaltje voor een beetje dat end of the world sound. Stel je voor dat je één pedaal had waarmee je al die geluiden en alle ontelbare shades of die geluiden die daartussen zitten tot je beschikking hebt. Dat kan nu. Dat kan al 50 jaar. Want ik heb het niet over een of ander multi-effect pedaal. Ik heb het over de gewone germanium transistor fuzz. Zoals de fuzzface die Hendrix gebruikte. Kijk, als je je gitaar in die fuzz in je versterker plugt en je zet je volume op 10, dan krijg je dit. Diezelfde fuzz, ik doe nu niks anders dan mijn volume hier terugdraaien van 10 naar 5. En dan krijg ik in één keer. Als ik hem nog verder terugdraai, dan wordt je sound prachtig sprankelend clean, à la. Het is een ongelimiteerd aantal mogelijkheden wat betreft sound, weet je wel. Je kunt de hele tijd. Dat is fantastisch, toch? Ik denk dat het ook een best wel groot deel is van Hendrix' spel. Is dat die dynamiek van hem, weet je wel, in nummers als Voodoo Child, Slight Return, begint hij met die best wel clean sound. Met een wah natuurlijk. Een wah kraakt een beetje. Die
rustige stukjes gaat hij helemaal terug naar... Als je dit leert beheersen, dan wordt je hele sound, distortion, dynamiek en je gitaar en jijzelf worden als het ware één ding. En je gitaar wordt echt een verlengstuk van je lichaam. Meer, denk ik, dan wanneer je voor elke dynamiekverandering een pedaaltje moet intrappen. Het heeft voor mij echt deuren geopend, een wereld geopend. En ik heb me daar jaren eigenlijk mee kunnen amuseren met gewoon... het ontdekken van wat daar allemaal zit. Dus veel plezier ermee. Dan verder is het misschien ook leuk om het over iets te hebben wat ja, in mijn optiek hier wel een beetje mee te maken heeft. Namelijk hoe Hendrix zo naadloos ritme en lied door elkaar eigenlijk speelt. Nou, hij zou niet zo snel... zou die niet zo snel spelen, volgens mij. Wat ik in ieder geval typisch Hendrix vind, is dat er allemaal zo van omspelingen en heel erg gitaristische, want zeg maar, als je het op het fretboard ziet, dan is het heel logisch wat hij doet ergens. Ik bedoel, het is in ieder geval overzichtelijk wat hij doet. En dat is ook iets moois om in te duiken. Dus bijvoorbeeld, laten we datzelfde schema nemen. E majeur, Fis mineur. Dus. Stel, je doet op die E majeur. Dus je eindigt op de A snaar 11e fret, D snaar 9e fret, G snaar 9e fret, B snaar 9e fret. Dit is ook een E, net als. Oké. Okay. Doe je. Een hammer-on op de D-snaar. Van de 9e naar de 11e fret. En dan kun je dat ook nog één snaar hoger doen. Oké. Okay. G snaar 13e fret, B snaar 14e fret. Het liefst met een slider naartoe, dat is wel mooi. En dan schuif je dit twee vakjes naar beneden. Dus 11, 12. G snaar, B snaar, allebei 9e fret. Dus... dit is D snaar 11e fret, G snaar 13e fret. Dit schuif je ook weer twee hokjes omlaag. Dus krijg je... even lick 1, die is majeur. Lick 2 is mineur. Is Fis mineur. A snaar 9, D snaar 11,
G-snaar 9, B-snaar 10, E-snaar 9. Dit wordt lick 2, oké? Okay? Dus E-snaar, doe je een hammer-on. Maar dan met je pinky. En dan doe je een hammer-on. 10, 12, 10 dus. En dan op de G-snaar 9, 11, 9. Oké? Okay? Dus. En de tweede keer doe je. Dit zijn de D en de G-snaar klinken tegelijkertijd. En doe je een hammer-on op de D-snaar van de 9e naar de 11e fret. En dan met je pink de 12e fret op de A-snaar. Oké, dus dan krijg je in totaal. Oké. En in principe kun je dit op elk minor-akkoord dat je in je leven tegenkomt spelen. Laten we deze licks even noemen lick A. En lick B. Dus als iemand je vraagt, speel eens een C-majeur, kun je doen... Je kunt ook spelen. En als iemand je vraagt, maar speel dan eens een D mineur. En ik zal je zeggen, het gaat je leven nog leuker maken. Dus heel erg graag gedaan. En wie weet, tot ziens. Amigos.